TBN Prime Alert van dinsdag 23 mei 2017. Uw aandacht voor de headlines. Zware rukwinden laten spoor van vernielingen achter. Rampersad, landbouwers Dambungtong worden stiefmoederlijk behandeld. Regering is Ramgulam vergeten. Woordenwisseling eindigt in steekpartij. Lekton, ik ben bereid Suleiman te helpen. PL wil collectief kortgeding aanspannen in kwestie basiszorg. LVV en FAO praten over kazave. En jaloerse visser in de kracht gevat. Zoals de meteorologische dienst voorspeld had, heeft moeder natuur gisteren daadwerkelijk haar tanden laten zien. Heel wat huizen zijn gisteren zwaar getroffen door het onweer en meegepaard gaande de zware winden. En we staan er bij een van de families die ook zwaar is getroffen. En dat is de familie Sitla Persat aan de Tweede Rijweg. En we staan er met de vrouw des huizes. Waar was u? Ja, ik was in de keuken. Ik was bezig te koken. En plotseling hoorde ik dat mijn zoon ging gillen. Hij was bezig zijn huiswerk te maken. En hij zei me van, maar blijf binnen, want dat huis gaat in elkaar storten. Intussen zagen we die boom ontwortelen. En hij heeft me toen vastgehouden. Toen zagen we dat alles zijn platen uit het huis wegging. En er was zoveel lawaai dat we niet eens konden zien wat er allemaal gebeurde. We moesten onze ogen maar dichtmaken en we stonden vastgeklemd bij elkaar. Dus toen het een beetje heeft opgehouden, dan zagen we dat het huis nat was. En al mijn kleren wat op mijn strijkplank was, is nat geworden. Mijn bankstel is helemaal nat geworden. Het water is wel doorgelekt, want we hebben een houten vloer. Maar wat de keuken betreft zit vol met water nu. En bijna alle zinkplaten van de keuken zijn weggevlogen. Dus we hebben wel een beetje hulp gehad van mensen, van vrienden en kennissen. Nu hebben we wel een tapoline boven ons keuken. En de brandweer heeft ons ook geholpen met een dekzeil boven ons huis, zodat we een goede nachtrust zouden krijgen. En daarna, nu zijn we in de morgenuren van de volgende dag, is mijn polshoogte weer komen nemen, hoe de situatie nu bij jullie is? Het was nou ietsje beter, want dus we zagen soms morgens. En gisteravond, toen de storm is gekomen, hadden we ook geen stroom. Dus we konden ook niet zien wat er verder gebeurde. En toen de brandweer is gekomen, heeft hij gezegd van ze gaan hulp aanbieden. En daarmee waren we tevreden. Dus we hebben wel goed kunnen slapen, maar we hebben in angst geslapen. Want daar kon, misschien zouden er ergere dingen gaan gebeuren. En in de hoeveel jaren woont u hier? Ik blijf al 30 jaar hier. En in de 30 jaren is dit de eerste keer? Een paar keren is die boom daar zo, die is ontworteld. Mm-hmm. Is wel een paar keren zo ondersteboven gegaan. Dat is gaan draaien om zich heen. Maar dit keer is het helemaal gevallen naar onze kant toe. Ja. En ik zie ook een heel gevaarlijke situatie hier van jullie knipperboom. Ja, het kon veel erger zijn afgelopen. Ik zie op jullie kipperen en ook nog wat takken op het huis van de buren. Ja, maar dat heb ik pas later gezien. We hebben die pomrakboom eerder kunnen zien dan die. Want dit is aan de achterzijde. En daarom heb ik niet zo goed gelet van wat er achterin gebeurd was. Wat er voorin gebeurde, dat kon ik niet even aan de volhouden van wat er gebeurt, want ik was toen radeloos. Ja. Ja. En nu u toch wel de schade hebt kunnen opmaken, in geld uitgedrukt, wat zou het jullie kosten? Zo, ik zou het echt niet weten. Wat dat betreft zou ik echt niet kunnen praten erover, want ons huis is ook niet in goede staat. Dus als we maar hulp van ergens zouden krijgen, dat we echt een fundering konden storten. Om te voorkomen, nog een keer een storm te voorkomen. En dan zouden we een betere huis willen hebben. Want dit huis is niet in een goede staat. En wij verwachten dan nog ergere dingen als er weer een storm komt. Ik zie dat jullie nog een beetje de vrees te pakken hebben. Jawel, we zitten nog in vrees. En we zijn echt, we weten niet wat we moeten doen. Want wat er gisteren is gebeurd was heel erg. Wat is jouw voornaam? Wirish. Wirish, je zat huiswerk te maken. Ja. Wat hoorde je toen? Ik was bezig huiswerk te maken. Ik moest leren. Plotseling zei ik, het ging regenen, wind waaien. En ik heb gezien hoe mijn bomen zijn gevallen. Ik knipperboom, pomrakboom.
En ik was erg bang geworden. Plotseling zag ik hoe mijn zinkplaten weggingen. Ik zag hoe alles nat werd. En ik stond rustig in een hoek. Ja. Zijn huiswerkblaadjes die zijn ook buiten gevlogen, want vandaag had hij een SO. Dus dat zou ik net vragen, zou jij niet nu op school moeten zitten? Ja, we hebben wel gebeld op school en we hebben de directrice op de hoogte gesteld. En zij kijkt wel even door de vingers, hij mag vandaag zijn studie doen en morgen maakt hij zijn SO dan. Ja. Want hij is, dan niet, hij is niet goed voorbereid om een SO te maken. Met de situatie die jullie hebben meegemaakt, ik kan me dat best voorstellen. Maar voor de rest, jullie maken het wel goed, neem ik aan. Zo. En we zijn nog steeds paniekerig, want de schade die is opgelopen, we zitten maar eraan te denken wie ons verder gaat helpen. Ik zag net een auto voor jullie deur met kentekenplaten van de overheid. Zijn ze bij jullie geweest? Ja, ze zijn bij ons geweest. Wie waren ze? Ze waren van de OW. No? Ja, OW. Van de OW waren ze. Ze hebben een film gemaakt van de voorzaal, wat alles beschadigd is. En ze hebben van de keuken ook foto's gemaakt. Dus ze zeggen van, het komt wel in orde. En dat huis achterin is bespaard gebleven? Het huis hier? Ja. Zo, ik ben daar niet geweest. Ja. Dus. Daar is geen schade. Want misschien door dat boom hier heeft alle wind gevangen. Okay. Ja. Maar is dit niet een gevaar voor jullie? Net heb ik die heer gevraagd, er is een droge knippenboom hier. Als dat valt, dan moeten wij de buren gaan vergoeden. Ja. Dus ze hebben ons wel gezegd van, om ergens te bellen. Laat die mensen even kunnen helpen met die boom. Maar deze boom zouden we wel willen afsnoeien. Want het is ook te groot. Het kan ook nog een keer vallen als er een storm komt. Nee, duidelijk. Familie Sitlapersaat, ik ben blij dat jullie dit wel hebben willen delen met die gemeenschap. Ik bedoel, ik ga niet veel kunnen zeggen wat jullie nu meemaken. Het is heel erg om te zien dat jullie in feite toch wel van ergere dingen bespaard zijn gebleven. Gelet op het feit dat zo'n zware tak is omgevallen op het huis van de buren en op uw kipperen en ook nog een andere boom daar en ook nog zoveel zinkplaten van andere buren op uw erf. Dus dat kan toch wel. Waarschijnlijk is er een balk van een ander huis op ons keukendak gekomen en die is daar ook gevlogen op aan een buurmans dak. En dan is alles kapot gegaan. Ook de familie Sitabakas aan de Tweede Rijweg, die is er gisteren zwaar getroffen door de zware winden die we hebben gehad. En we staan er met de vrouw des huizes. Goedendag, waar was u gisteren? Goedendag, ik kwam van het werk, 5:00, over 5:00. En ik heb dit alles gezien. Ik heb het huis was potdicht, dus er was niemand thuis? Niemand was thuis, het was dicht. Heb ik dit alles wel buiten gezien. En toen ik mijn deur opendeed, heb ik dit binnen alles gezien. Er was helemaal, er was veel water. Ik had water over, maar aan mijn bankstel is nat geworden. Alles was onder water en de schade daar. En hoe heeft u de nacht doorgebracht? Ik heb de nacht helemaal niet goed doorgebracht. Echt waar, ik kon niet eens slapen. Ik had echt een schok. Ja. Is NCCR, is de brandweer, zijn ze bij u geweest? Ja, ze zijn geweest, ja. Ze hebben alles geschreven, ze zouden vanmorgen ook komen, maar ze zijn nog niet geweest. U hebt geen dekzeilen gehad? Nee, ik heb geen dekzeilen gehad, omdat mijn zwager al hier was. En hij had niet gespijkerd, hij had gewoon even dichtgemaakt, dus de regen niet binnenkomen. En hoeveel zinkplaten van u zijn er losgeraakt en weggewaaid? Meer dan 10. Okay. Ja, meer dan 10. Dus ja. U hebt toch wel behoorlijk. Mijn dakgoten, mijn zinkplaten, binnen van me, alles is nat geworden, mijn schroten, alles. Ik heb veel beschadigd. In geld uitgedrukt, wat zou het u allemaal kosten? Ik denk meer dan 10.000 SAD. Ja, meer dan 10.000 SAD. Want en alles is nu zo duur. En u bent niet verzekerd tegen rampen, neem ik aan? Nee, ik ben niet verzekerd, nee. En hoeveel jaren woont u hier? Ik woon al 11 jaar hier. De eerste keer? De eerste keer meegemaakt. Ja. Maar hiernaast, wie woont hier? Hier woont mijn buurman. Ja, maar zij hebben geen dingen gehad. Alleen een beetje, de shutter is kapot. Ja. En daar even schade. Maar wij hebben meer schade opgelopen. Maar heeft u gezien dat er een hele grote knippertak op zijn huis is? Ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja, dat heb ik gezien. Vanmorgen heb ik het gezien. Want gisteren was het al donker, kon ik niet zien. Maar vanmorgen heb ik meer gezien. Ja. Uw bankstel is eraan, zegt u? Ja, mijn bankstel is helemaal nat geworden. Alles binnen was helemaal nat, dus ik moest alles weer dweilen en al het water alles weghalen. Ja. Maar die vrees is er nog bij u? Ja, de vrees is er nog, ja. Ja. Maar u heeft wel in dit huis geslapen? Ja, ik of heb u wel. U bent bij anderen gegaan? Nee, ik heb wel in mijn huis geslapen. En dus mijn kamer zijn wel goed, alleen mijn voorkamer en mijn keuken. En gaat u dat uit eigen zak weer moeten doen? Ja, ik moet het uit mijn eigen zak doen. Men heeft niet gezegd dat jullie hulp zullen krijgen? Nee, nee.
Niemand die van ze zouden komen vanmorgen, maar zijn nog niet geweest. We staan er nu met de heer Niamat. En als u toch wel kijkt naar mijn rechterkant, dan heeft u al een beeld hoe groot de schade wel is. Welke de familie Niamat ook heeft geleden. En we zijn er ook naar achter geweest en zien er nog veel meer schade die jullie hebben opgelopen, heer Niamat. Ja, dat klopt. En het is aanzienlijk. Dus ja, maar we hebben heel snel ook hulp gehad van brandweer. Dat moet ook gezegd worden. Binnen een kwartier waren ze al hier en ze hebben direct alles onder controle. Had u gisteren al reeds kunnen opmaken hoe groot de schade was? Nee, eigenlijk nog niets. Dus, maar NCCR is al gekomen, OW is ook al gekomen. Dus hun hebben hun begroting gemaakt. Dus dan gaan we nog horen hoe alles in elkaar zit. Ja, kunt u ons vertellen wat allemaal bij u is losgeraakt? De helft van dat dak is weggewaaid. En die bomen zijn omgevallen, hebt u gezien. En ja, waterschade binnen, dat kunt u straks ook gaan filmen. Wat voor waterschade daarboven is. Ja, en waar hebben jullie de nacht doorgebracht? Ik heb bij mijn nichtje geslapen, want sowieso kunnen we geen stroom gebruiken, mm-hmm. want alles is nat geworden. En mijn moeder was gelukkig ook niet thuis. Ze was voor het weekend bij mijn broer. Dus, en ze was onderweg naar huis toen dat ding is gebeurd. Maar toen heb ik ze gebeld, niet komen. U was wel thuis? Ik was alleen thuis, ja. Kunt u ons dat moment vertellen? Ik was toevallig buiten. Mm-hmm. En plotseling was het helemaal donker geworden. En het begon direct daarna heel hard te waaien. Ik kon nog net op het nippertje naar binnen rennen. En die deur met veel moeite dichtstoten. Okay. Ja, en daarna weet ik niet, want ik hoorde allerlei geluiden en zo. En ik durfde niet naar buiten te kijken. Later, toen alles al voorbij was, het heeft misschien 2 tot 3 minuten geduurd. Misschien minder zelfs ook. En was het helemaal stil. Kuchina suna. Het damse stil raha. En daarna ben ik naar buiten gekomen. En toen begon iedereen naar buiten te komen. Mm-hmm. En direct daarna is brandweer gekomen. Ja, ja. Ja, binnen een kwartier hebben ze gereageerd. Dit wat we hier zien is als gevolg van de zinkplaten die zijn losgerukt. Ja, dat, al dat water is van boven naar beneden gelekt. Het was meer gisteren, maar zelfs eigenlijk. Ja. In vergelijking met uw buren hebt u dus toch wel het grootste schade geleden, heer Niamat? Ja, toch wel, ja. Ja, ja. Toch wel. Maar ja, met God en met de natuur kan niemand vechten. God is groot. Ja. En wat heeft u allemaal boven? Maar het is allemaal nat geworden? Mijn slaapkamer sowieso. En de voorzaal. Want de helft van dat dak is weg. Dus de helft. Precies dit stukje. Mogen we met u gaan meekijken? Ja. Komt u maar. Heer Niamat, we staan nu in uw woonkamer. Uw plafond is er nu helemaal gaan loshangen. Ja. Mm-hmm. Dat is alles door waterschade. En mijn slaapkamer gaat u straks ook mm-hmm. zien. Kunnen we met u meelopen en kijken? En dit is dan het water die allemaal naar binnen is gesijpen. Okay. Kijkers, we zijn in het huis van de familie Niamat. En het is toch wel een van de families die heel veel schade hebben geleden als gevolg van de zware rukwinden van gisteren. Dit is uw slaapkamer, meneer Niamat? Ja. Uw matras is helemaal nat, neem ik aan. Mm-hmm. En kijk, die zekeringkast is daar, dus ik moest alles uitmaken. Ik denk niet dat jullie nog vandaag de nacht hierin kunnen doorbrengen. Ik ga wel. Ik ga kijken wat ik mm-hmm. doe. Maar natuurlijk ben ik ook opgevangen door mijn nichtje. Mm-hmm. Dus dat is geen probleem. En mijn moeder is bij mijn broer. Dus God heeft wel gezorgd voor ons. Ja. In geld uitgedrukt, heer Niamat, hoe groot is de schade? Daarmee is mijn broer nu bezig. Mm-hmm. Alles te kijken wat hij gaat doen en hoe alles... En wat alles gaat kosten. Dus daarmee is hij bezig. En hoe lang woont u al hier? Vanaf de geboorte. Sinds die mensen van India zijn gekomen wonen we hier. Oké. Okay. Ja. Nee, waarom ik die vraag stel, is dit de eerste keer dat jullie dit hebben meegemaakt? Ja. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de familie Niamat dat dit is gebeurd.
En wat hebben jullie achter in de bomen, zei u? Ja, die pomraakboom is ontworteld. Ontworteld. Mm-hmm. Advocaatboom is ontworteld. Komt u van hieruit kijken? Mm-hmm. Oh, sorry, ja. sorry. Kijk, een deel van dat dak is daar gewaaid. Kijk, die advocatenboom daar. En die pomraakboom. Ja. Als u het even weer herhaalt, heer Niemen. Ja, die advocatenboom is hier ontworteld. En een deel van dat dak is daar. En die pomraakboom ook. Dus op een gegeven moment, toen het zo hard begon te waaien, is alleen maar lawaai dat je hoorde. Dat begreep ik ook van de overige mensen ja. met wie we hebben gesproken, is dat er plots een heel veel lawaai was en daarna was hij helemaal stil. Helemaal stil, helemaal stil. En daarna begon het weer, misschien een paar minuten was het stil, en daarna begon het weer alsof het weer alles begon te leven. Goed, heer Niamet, we zijn u erg dankbaar dat u ons toch wel een rondleiding hebt willen geven binnen uw woning en ons toch wel een beeld hebt willen geven hoe erg de situatie hier bij jullie is. Ja. En ik hoop dat jullie toch wel de nodige hulp krijgen vanuit de instanties die daartoe belast zijn en dat jullie er toch wel snel hierbovenop komen. Ja, en ik wil een speciale dank uitbrengen aan de brandweer onder leiding van commandant Hofs of Hof. Ze hebben hun werk kordaat gedaan. Heel goed. Dus mijn speciale dank gaat naar hun toe. En natuurlijk iedereen die wat is gekomen. De familie, vrienden, NCCR, OW. Iedereen doet zijn werk goed. Oké? Dus, maar mijn speciale dank speciaal naar brandweer. Oké? En heel hartelijk bedankt ook Trishul dat jullie zijn gekomen. Oké dan. Landbouwer Ram Persat die zit letterlijk met de handen in het haar. Zijn landbouwgrond, de Dambuntong, die zit al een week onder water. Hij belt, hij klopt eraan bij het bestuurskantoor van Saramaka en ook nog op het commissariaat. Maar hij zegt dat hij geen gehoor krijgt terwijl hij heel wat verliezen leidt. We spraken hem en meneer Ram Persat, landbouwer in het dagelijks leven, die vertelt wat zij toch wel meemaken te Dambuntong met de harde regens van de afgelopen dagen. Heer Ramon Ram Persat, landbouwer in het dagelijks leven. Ja. U doet aan landbouw te Dambuntong in het district Saramaka. Ja. Hoe is de situatie nu daar? De situatie wat we nu daar hebben is bui. Afgelopen dinsdag heeft het geregend. Oké, ik had nog water kunnen wegpompen. Want waar ik aan landbouw doe, heb ik rondom gedampt. Daar zag je nog het water, dat was het randje, het kantje. Ik heb gezegd, oké, maar volgende dag dat het water over het dam. Maar voorheen loopt een kreek langs de voormalige winkel, is daar Ragunat. Een kreek loopt daar, maar je gaat over de kreek gewoon lopen, dicht begroet is. Woensdag ben ik bij de commissariaat BO geweest. Ik heb die mensen gezegd, kijk, ik zit onder water. Ze hebben me gezegd, ja, overal is het probleem, we hebben geen geld. Ik zei, het is geen probleem, jullie hebben geen geld. Als jullie geen geld hebben, is het makkelijk gezegd. Maar wij als landbouwers moeten weten hoe we eruit komen. En ik ga vanuit de stad, vanuit hier naar Saramaka, elke dag 50 kilometer rijden. Ik doe niet aan landbouw alleen aan landbouw. Ik doe niets anders. Maar dat ik woensdag ben gegaan, dat ben ik donderdag weer, heb ik die dame weer gebeld. Meneer, we hebben geen geld, commissariaat kan niets doen. Na twee dagen hoor ik door de media van dat er 60 poklijnen zijn gezet over het algemeen het hele land. Dat is eigenlijk goed. Gisteren nog bel ik aan een zekere heer Wakijo van het commissariaat. Hij zegt ja, we wachten op commissaris van Paramaribo, dat hij machine voor ons stuurt. Ik zeg, kijk, wanneer komt het? Alles is van mij onder water. Ik had tomaten geplant, ik had bonen geplant, ik had peper geplant, ik had prei geplant, ik had boulangerie geplant. Alles is blank. Ik heb geen veel materiaal. Jullie zijn niet daar geweest. En als u wilt, dan ga ik veel materiaal voor jullie appen en wijzen. Maar het hele linkeroever van Dambuntong is blank. Is blank. Ik had weer iemand van de BO gehad, meneer, hoe heet die man weer? Soeklaal. Hij is gekomen oriënteren. Hij heeft gezegd, meneer, is triest. Wat u hebt. Hij heeft gezegd, kijk, wie ik ben gekomen, kijk, mijn hart scheurt. Hij heeft gezegd, kijk, ik ben ook een landbouwer, maar wat jij hebt te beleven, is heel triest. Ik zeg, kijk, ik wil niets hebben, het is al vergaan. Maar alleen dat kreek, dat ik heb aangezegd, doe het schoon. Iemand, graaf zand achterop daar, heeft het kreek een deel
schoongemaakt. Nu komt het water van die kant en het gaat door, maar het water van ons, doordat het kanaal dicht begroeid is, loest het water in, het water blijft op hetzelfde stand. Gisteren nog ga ik naar het kostgrond, heb ik weer, ik heb mijn machine weer dam opgemaakt, opgehuurd, om het nog een klein beetje op het water weg te krijgen, wat ik weer ga beginnen om te gaan planten. Maar zo'n instantie, ik betaal belasting, ik doe mijn alle dingen. Hè. Ik heb recht op het wat van de overheid het kanaal schoonmaken. Hè. En ik heb het verleden aan de meneer, kijk, 2 jaar terug, voor verkiezing. Het was 2015. Hè. Dat was het begon 4 maanden voor de verkiezing begon te gaan, want het water ging niet lozen. Ik was bij LVV geweest, bij OW geweest, bij BOW, bij commissariaat geweest. Dat is het 23 mei geworden, dat heb ik gezegd tegen mijn vrouw van LVV, mevrouw, kijk, ik ben bij alle instanties geweest, ik heb alle mensen namen geschreven met wie ik heb gesproken en welke datum was. Het is overmorgen het verkiezing, maar vandaag is 23 mei. Ik geef het morgen, vandaag nog ga ik naar de media, ik ga de media doorgeven, want de regering had gezegd het agrarisch sector gaan ze ondersteunen. Het gaat niet om mij, om mij iets te geven. Want als er iets van de overheid aan de landbouw wordt toegereikt, is het van neem mijn vis. Wie ze kennen, die krijgen. Ik heb nooit iets gehad van ze. Nog een kilo kunstmest. Ik vraag niet eraan. Oké, geef iemand die heeft hard nodig dat mij zelf niet mag hebben. Ik heb het. Maar datzelfde middag belde mevrouw me op. Meneer, je krijgt een machine. Gelijk. Er is machine gekomen, want het was nog net 2 dagen voor de verkiezing. Een jaar na verzekerd, dit is het 2e jaar dat we straks zijn. Kreek is helemaal dicht begroeid. Je kan erover gaan lopen, meneer Ganesh. Ja? Net als je denkt, als iemand denkt, hey, het is daar misschien gewoon een pad om te lopen, je loopt eroverheen. Zo is het begroeid. Ik zeg aan die mensen, kijk, ik kan mijn school maken. Er zijn mensen die gewoon een bomen takken kappen in het goed laten vallen. Ik heb zoveel keren klachten gedaan bij BO. En ik rijd zo, ik zie elke dag dat ding. Hey, maar je gaat het niet leuk vinden. Telkens ga je daar aan die mensen zeggen, kijk, laat die mensen het opruimen. Hè. We hebben vorige week een paar collega's van mij, oké, ik was niet ter plaatse, maar collega's, toevallig meneer Rishi, is een collega van mij. Hij heeft met takel een dikke boom uit de kreek weggehaald, dat het water een beetje zijpelt. Hè. En we hadden mensen van dingen gehad, van de BO, die zouden waren komen helpen om het te schoon te. Maar het is machinewerk daar. Hè. Als het machine, over 60 machines, over het landelijk is verdeeld, dan waar komt Sarmak dan beurt? Zijn er daar geen mensen? Hè? Of Algo heeft, meneer Algo heeft al niet gezien, Groningen of Calcutta? Dan Putang hebben we hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien naar Groningen en naar Calcutta. Waarom dan Dan Putang? Kom daar ook bekijken. Mes is duur. Arbeid is duur. Hè? En daar zit een soort situatie. Soms is het groente zo overschot, je plant. Je kan niet kwijtraken. Hè? En nu dat het plan met de situatie van het land nu. Je gaat vandaag medicijn kopen, zoveel prijs. Morgen, meneer, ze brengen de dagkoers voor jou. Hè? Wij verdienen geen valuta. Hè? Wat we hebben als de markt overschot is, dumpen. Maar zo is het systeem niet. We moeten ook wat krijgen. Hè? Geef ons een goede afwateringssysteem. Regel het. Is het geen probleem van dat. Wij doen ons. Het hoeft niet dat wij wat we er. Alleen willen wij het kanaal moet tijdelijk onderhouden worden. Ik ga niet naar de kleur van politiek, maar ga je eens zeggen, het regeertijd van VHP was er zeker meneer Raghunath. Hij had werk gehad om het kanaal elke maand te bespuiten, laat het gras niet ontgroeien. Daar hadden we geen 5 jaar probleem. Daar hadden we 5 jaar geen probleem met wateroverlast. Maar sinds die tijd hebben we telkens. Elke keer als de regentijd na, dan houden we hard vast. Hé, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Maar als die kreken schoon zouden zijn, het kreek loopt vanaf de tegenkreek westweg voorin, langs de BO, het komt dan tot bij Damputong. Het is een kreek van 4,5 kilometer. Hè? Maar als je dat ding ziet, ga je denken, waar is dat kreek? Alles is begroeid met gras. Hè? En dan denk je jezelf, hoe verder? Is dit onze structuur? Is dit ons beleid? Hiermee moeten we leven. Worden wij onze lot overgelaten? Ik denk soms, welke instantie gaan we? We krijgen geen subsidie van niets. We krijgen geen, wij zijn landbouwers, we krijgen een andere prijs van mes of dingen. Nee. En nu is het tijd, als je medicijn hebt, moet je gaan kijken. En je kan die plant niet elke dag bespuiten.
Je moet je aanhouden aan die tijd wat voedsel, geen voedseldingen krijgt. Wat voor de consument moet ook goed zijn. Maar je kan niet telkens gaan zitten met dat probleem. Kijk, ik gebruik medicijn, ik koop heel wat medicijn van mij uit Trinidad. Wat te brengen. Het zijn dure medicijn, al die medicijn moeten in dollar betalen. Dus het wordt omgerekend dagkoers van Caribbean Chemical. We gebruiken heel veel van die medicijn van hen. Maar alles wat je koopt wordt in dollar gebreken in de Surinaams. Dan moet je betalen. Hè? Maar ik heb gepland, ik heb al mijn best gedaan. En om het water overlast, dat is toch triest. Meneer. Ik zou even, als daar staan, als je filmmateriaal te kijken, dan zou je zelf zien, zoveel, een hoogte van 60 tot 70 centimeter water is al 7 dagen al. Hè? En het water stinkt. Hè? En elke dag heb je last van bomen en labaria. Elke dag. Maar, heer Rampersad, u bent landbouwer daar. Zijn er nog meerdere landbouwgebieden, landbouwers daar? Ja, want ik was geweest bij BO. Daar zei, ja, jullie moeten met de delegatie gaan naar het commissariaat. Ik zeg, luister, er zijn meer wat mensen overhit. Begrijp me goed. En als ik daar met mensen ga die overhit zijn, en ze straks een verkeerde uitspraak gaan doen, gaat het niet goed klinken. Hè? Ik zeg, nee, dat zei ik wil niet gaan stikken. Begrijp me goed. Ik wil voor mijn recht van, maar ik ben ook burger van het land. Hè? Maar het hele linkerhelft van Dampoedang is blank, die andere rechterhelft is weg, water is weg. Maar het linkerhelft, het water die het kreek moet stromen, wat begroeid is, is nog het water nog net zo gebleven. Het is geen hulp, geen hulp, geen hulp. En hetgeen u allemaal gepland had, waren ze al te oogsten, moesten ze geoogsten? Ik had peper geplant, ik had twee keer gemaakt. Eerste keer had ik 18 graden gehoogst, tweede keer had ik 22 graden gehoogst. Derde keer is het blank. Je moet gaan peper kijken onder water, u lacht erom. En ik had bonen aanplant, die pas begint. Tomaten zou ik volgende week gaan oogsten, ne? Is onder water. Hè? Prei had ik, is blank. Boulanger is allemaal, ze kijken zo verdrietig aan. Hè? Dus al mijn areaal is onder water. Niets heb ik kunnen redden. Niets heb ik. Nu heb ik een beetje de tomaten die ik nou pas heb geplant. Die probeer ik te redden, maar elke dag moet ik water pompen. Want het water, heb ik een dam gemaakt, het water zijpelt naar binnen. Ik moet het wegpompen. Hè? Als dat kreeg schoon wordt, het water een beetje beter, dan kunnen we het nog doen. Maar niets gebeurt er. Hè? En zei, dit is in de afgelopen jaren niet opgeschoond? 2 jaar alweer. Was het vorig jaar dan, met de regens? Vorig jaar met de regens had ik problemen. Daar heb ik een poklijn gehuurd, weer dam voor mij te maken. Maar deze keer is het over die dam weer gegaan. Ja, ja. Dus elke jaar ga ik geen machine kunnen zetten. Maar vorig jaar had ik een machine weer gezet. Hey, laat het niet voorkomen, had ik een dam weer gemaakt. Hè? Maar deze keer is het weer voor vandaag. Oké, ik heb het weer aan de dam gemaakt. Hè? Maar hoe verder? Elke jaar is nodeloos investering. Ja, wat zijn de verliezen? Hoe groot zijn de verliezen die je hebt geleden? Meer dan 100.000. En kijk, waar wij werken is een familiebedrijf. Ik ben er, mijn zoon is er. Als het arbeiders kan je niet meer betalen. Want als iemand van jou op het veld komt werken, is hij 100 tot 25 per dag. En ik zeg je eerlijk, dat kan je niet meer permitteren. Want het mes is duur, het medicijn is duur en onderhoud is. En als ik voor de arbeider werken, dan liever ga ik voor die man werken. Want zoveel kan ik niet betalen. Ja. Hoe zit het dan met groenteprijzen nu? Groenteprijzen, kijk, als ik zeg groenteprijzen is, het is wel duur, maar het koopkracht is er niet. Ik ga elke week naar zondag, maar koopkracht is er niet. Kijk, mensen willen eten, maar ze kunnen het niet permitteren. Het is duur. Hè? Ik vind het duur en mensen moeten eerst in portemonnee kijken voordat ze wat gaan kopen. Hè? Dus heer Rampersad, als ik u goed begrijp, sowieso is dit een van de belangrijkste zaken. De landbouwers moeten gemotiveerd worden om te blijven planten. Maar u zegt, de behandeling, de stiefmoederlijke behandeling, welke jullie krijgen, ja, motiveert jullie in feite niet om echt veel te doen? Nee. En kijk, je hebt in elke district RR en DR. Hè? Maar ik ken die mensen, nooit heb ik die mensen gezien. En kijk, de BO is een afdeling van de commissariaat. Die mensen moeten continu op het veld zijn om oriëntatie te nemen. Maar nooit zie je ze op het veld. De E, wanneer heb je een probleem of wanneer wat, nooit zie je ze. En ook de minister heeft jullie laatstelijk overgeslagen? Overgeslagen. Hij is waar geweest, Calcutta en Groningen? Groningen, dan is overgeslagen. Als hij zou komen, zeg je bent gekomen, kaart dat probleem even op. Ik weet niet wat voor ons gaat doen. Hè? Maar wij hebben niets van hem gezien. Hè? Kijk, ik ben iemand, mijn areaal is 5 hectare binnen groot. Alles is een cultuur. Al mijn areaal is een cultuur.
Mijn vorige gedeelte van mijn persie was alleen maar hoogland. Ik heb alles laten in cultuur brengen. Hè. Maar nu kan ik ervan niet profiteren. Want alles is belang van mij. Ik heb zoveel geld erin geïnvesteerd voor wat te bereiken. Ik had citrusplanten geplant. Het is al 9 dagen dat het onder water is. Het is al weg. En de bomen waren pas dat ik had geplant. Het is al 2-3 maanden terug. En slechts 1 bestuursambtenaar is er geweest voor oriëntatie. Ja, en meneer Soegelaar is geweest. Waarvan ik was boos op die mensen. Ik zei, die mensen zeggen, ja, er is geen geld. Ik denk, die mensen zeggen, er is geen geld, maar jullie ontvangen maandelijks. En wij moeten 3 maanden wachten. Als we iets planten, is het 90 dagen wachten voordat hij gaat oosten. Wij moeten 3 maanden wachten. Dan zei je, meneer, we hebben geen geld. Het systeem is zo. Het is makkelijk gezegd. Hè? Maar het systeem is niet zo. Als wij als burger van het land het recht hebben, moeten we ons recht ook krijgen. Hè? Hij zei, zeg ons gemakkelijk, meneer, het is, we hebben geen geld. Hè? Maar als jij de mensen hadden gestuurd, kan gaan oriënteren. En het mooiste, ik heb verleden aan een bio gevraagd, een leven. Ken je zo'n kreek? Nee, ik ken het niet. Maar hoe ben je bio geworden? Is toch belachelijk? Mensen worden daar betiteld met neem en vies. Je krijgt zo'n kreek, waar is dat kreek? Hij vraagt me, waar is dat kreek? Ik leg hem uit. Hij zegt, ik weet dat kreek niet. Maar je bent een bio. Is toch pieplollig? Je bent voor een titel, maar je weet het niet. Vandaag was er urgentie in het commissariaat. Ik zou vandaag gaan. Maar ik heb gisteren aan die man gezegd, kijk, is er vandaag urgentie? Ik denk, nee, misschien niet. Want de commissaris gaat op het veld zijn. Maar toevallig belde ik naar, vraag aan die man, zei nee, het is urgentie, maar als het urgentie is, dan zou ik vandaag gaan, en met commissaris persoonlijk te zeggen, kijk, wat de situatie is, wat we daar hebben. Want ze zeggen, ja, we hebben alles aangekaart en de commissaris doorgegeven. Je hebt het doorgegeven, sedert, 3-4 dagen horen, ja, commissaris van Paramaribo zegt, er 60 machines landelijk gezet, waarom kregen we niet 1 om hulp voor ons? Hè? En 1 sluis. Het gebied wat we aan landbouw doen, is 1 sluis maar haalt het water weg. En werkt dat? Het werkt. Het sluis doet het goed. Maar alleen het voorste gedeelte van het water gaat weg. Het achterste, dat het begroeid is, het water loos zit. Dus dat het water weg is, dat we een beetje gaat het weer worden, dan gaat het weer weg. En het water, als het weer water vloed is, zitten, wachten, waar het weer app wordt. Dus dat probleem hebben wij. Dus als het kanaal wordt verschoond, laten we zeggen, dat we een beetje, je kan weer beginnen. Dan heb je, al gaat het regenen, water gaat weggaan. Water gaat niet opsparen. Maar deze is gewoon weg. Het water is gaan opsparen en dat we vernieling hebben gehad. DNA-lid Afonsois die heeft onlangs in DNA wederom aandacht gevraagd voor Ramgulam, omdat hier bij maar een heel klein regenval de straten reeds onder water lopen. Nou, meneer Albert, die woont er al jarenlang hier aan de Ramgulam en we zijn er in de Tikipouwstraat, één van de straten die we vandaag zullen belichten. Maar het probleem die zit in deze straat, ligt in feite bij alle andere straten. Meneer Albert, ik kan vertellen, dus maar, zijn dat probleem precies ja in de Tikipouwstraat? Wel, het probleem dat je alle kon, er pas je zongen bent, ten ekeen die als het ware. Dus corruptie naar mijn wakapsa. En de man ben kom voor OWE. Mij lag dan maar uit aan de map. Waar zie je naar me? En wat er ik wil. En de dorre hoofd weg. Waar zie je naar me dorre? Dus toen mij lag dan maar voor OWE uit. Ik had een duiker dat naar VC. Een dwars, een tien duiker. Mij de man graven uit. Dat mijn patatra duiker. Dat er deel ik aan zinkput. Maar de man heer me. De man op de architect. De man dacht, nou wat is hier zo? Dus dan een probleem daar zo. Dus als aan dat. Dit is zo wel dat de smaak kan lukken, probleem wel. De man kan lukken. Met de eigen man, een duiker moet voeden zeer alle den toezien aan de kant. Want dat er een hoofd weg, een door drapen. Doe links naar door, doe rechts door. De man kan 3 duiker drapen. Naar vis aan een winkel drapen. Want er is een paar stoppen. Verder niets meer. En van Boentrangen alleen kon, hoe lang wat rijdt dan? Wat rijdt dan? 3 dagen, 4 dagen. Soms heel wiki. En dan zijn wat redders om elkaar te doen, alles aan je? Ja, gelukkig maar Milaar. En het corruptie moest gaan scoren. Zou je hem doen precies dan? De man is kan eerst aan de man graven uit. Look een paar problemen daar. Met jou, ze kan leggen, maar een paar problemen daar. Een paar problemen daar precies, ik kan zo doen, of heb ook een probleem daar? Omdat de man door van op 10 dijken van links naar rechts. En dat is niet duur morgen. Ik ben ik dan naar Santi. Na 30, de man poort, die zijn 10 frank.
Daar pas ik ben 100 bij zo'n. Hoe lang heb je dan jak bijna biertje? Met ongeveer 50 jaar. Oké. Okay. En in de afgelopen 50 jaar, hoe heb je probleem dit? Of was je nog bij deze? Was je nog bij deze? Ja, alle kon. En boeritje waar je bent, als je kon, ja, ze. Maar bakker dat die. Afig was je, dat heb ik ook bakker tegen als straat. Dus om een jaar in nou, dat hoe heb je probleem dit? Zo, pepele, kon ik ook vanaf fronten. Want front kon, ja, ze. Hoe legde maar uit? Dus ik loop naar de regering. Dat doe je moest doen. Want je loopt maar dat niks meer happen. Je zingt nog maar. En het probleem is aan de Intikipouwstraat? Aan de Intikipouwstraat. In alle herbiet. Ja. Herbiet hadde. Trouwens, erg mooi trouwens. Ja, ja. En misschien dat de rioleringen schreef? De man haalde op. En de man kon nog maar. Hij kon. De man kon. Bel OW om me lang. Look at lantaarn, two lantaarn, we bel EBS. Nee, de mama, de dynamo er is geen materiaal, er is geen materiaal. Ja, ja. En het is een kwalijke zaak. Want de drap de man zijn en ik den slag van niet. Laas, van vrouw Waka, tegen 10 uur, maar haar vrouw keert ik ben. Het is een aanhalingsteken, ik heb ook wat te zeggen, bij te voegen. Lexa Bigima Takina True. Kijk, we hebben een bestuur hier, bestuurskantoor. Gaat u daar op de hoek, Pelatourde, Tapa Ukuja, Masklemastraat, Golukudape, naar een Shuampu. En minimaal stel me voor dat de bestuursrefi bij Waka Konja, de BOB Konja, naar een man, naar een rol, naar een Marlin, de man met een salik verkeker, de Mailuku. Nooit de man Komoro, de man met Masklemastraat, Bakadati. Ten nou ete Masklemastraat, oké, ama vrij, maar. Wa PCP askoro de PSK kom. Goluko da penolo, yoshi awatra gru hilo mal. Ina ma wakada pe, bakteria. Smaitana pe, libi smaitana pe, libi smai wakaja. En me fena kwa lek fandat, tere ma ekon, de ma ekon anga walo smuchos fandat, de ma odu disi, de ma odu dati. Te tempo de mang ba, gos don. Nit de isa a regering alleen. Ook tu in de volgende regering di bende. En ek sek fandat, mine si no af de mang, ek si niemand. Dus de man heeft klagen nou dat van dat niks niet doet. Maar niks niet doet ook toe before. Collectelijk nou. Dus na zomaar. Dus als de man kan doen, dan zijn in pas met de man kan doen. Omdat alle rionering. Toilet rionering. Alle sani, afvoer rionering voor was dus sani. Alle sani deja. Alle sani kan pas strati. En de team en de bagar, de sana verstaan. Dan is mijn longja in wat hij play. Siki. Probleem, sociale kaart en basisverzekeringsverzorgingskaart, in de maand vind ik het niet nodig. De mij tak nul tot zo'n jaar dat en van zo'n tot zo'n jaar dat ze. Nou, dan een probleem wat misdrijf gaat ook naar de man voor mij dat kaart. Want als je ziek wordt, moet je naar de dokter toch? Sowieso, hoe naar monif pai. En ik herinner me, wist ook aan de man wat accident met dat duw aan monif gewoon wat de man nou doen. De man, ze hebben het niet. Ja toch? Dus als die man dat zou voor ons komen doen. Naar Asani. Want ze zijn zoveel keer hier gekomen hoor. Maar nu Asani niet doe ik maar daar. Alassane is een Assem. En we zijn moe. Dus mi even verstaan van dat. Werkelijk de man die bij op. Dat we zijn moe. De man moe werkelijk. Wat die man doet niks. Mijn tak regeren op bepaalde Sani. Maar regeren moest gogo luku. De man sa de man epo tap de post. Ja, wat er is iemand toch? Ik moest doen wat moest dat toch? Ja, maar van wie RR dan aan de DR? Nee. Je ziet het. Je ziet het maar alleen. Je ziet het maar alleen tegen Asano Ben. De maat heeft weer last van jaar. De maat komt daar ook zo. Maar bakken een probleem is, je ziet no one more. Dus de maat doet er mijn ontvang de maat van de money, je ziet nobody. Misschien heeft weer naar de man. Dus als de mama kon doen, ik de man kon doen. Daarna wie vragen wie wens en die aheer pas wie accident. Aan de jouw herbier. Aan de jouw herbier. Mij ben daar gewoon veel aan. Want bij Obe kon vorig jaar teken telefoon nummer dat ja we komen weer toevallig wat er bent de aman napo aman dat ja we komen ten nou zijn vorig jaar nooit meer roosje man. Waar heet nou aan dame? Maar toevallig heb je iemand niet minder. Ja, en ik ben aan. Dat kwam dan ook te even. Mijn jas zo lang. Oké. Ja? Nu kon, als zo je wakker in Lukusa, ik had de gilepje in een beauty.
niet alleen maar aan ontwatering, maar je ziet dat aan waterdruk ook toe is paar slecht. Omdat baka 6 uur, 7 uur, 8 uur, met 9 uur in een nieuwe druk moro. En hoe gaan de man? Hoe gaan de appen? De man kon juist naar een big camera, weet je nog? Ja, ja, ja. De man kon komen foto vanaf drapen, kom ik ja. Nooit meer hier was aan de man. Ik ga naar de keel. Dit act naar vrede. Ik ga naar de bakken uit de tijd, meneer. Zo, uno, du, gunu, je punu. Nu kom ik de drie, maar de pizza, ik zei ja. Soms, maar big man is hier. We take this to this spot, dat heb ik de abra ja. Go dape, loon dape, fugas koro. Meneer, het kan toch niet? Ja, ja. Het kan niet. En toch weet dat ik bel en maak moeite voor een paska rekel. Met de smaak die de man jepoen. Doe ik met de jepoen sa ipsa in een passie. En ook kan. Broer, moet ik u echt eerlijk. Ik ben echt teleurgesteld. Ook toen naar de man naar DR, no? Van de karima? RR naar DR, naar Latour. Ze komen alleen maar met de strepen en dat soort dingen. Maar dat helpt niet. Ze zijn nooit meer geweest vanaf de Kapura foto tak door Sinego. Nooit in de Komoro. Ze zijn nooit meer geweest en we zijn een beetje moe. Niet een beetje, maar we zijn heel erg moe. Voor elke drak die zie, die Jepunu, Trasta die Miki. Omdat ik kan niet, dus maar een buitenvrouw weet ik veel. Dat heb je ook reken, moro snel, moro uno jaso. Dat kan niet. Dus wat is de Saprango passie? Pardon? Wat is dit massa brango passie? Dit massa brango passie, dit is maar ook een stoom, dit is maar een stem, dit is maar een sting. Dit is massa brango passie. Dit is maar weer lasco met jou, dit is maar sakonte. Dat is nog een stoom, hier is mijn club. Dit is hier drie volgens mij, dit is maar dan een big map. Le geleerde de mijn kast met een koeja. En bagadati geleerde nog de moord of chia. En mijn wat ik was aan nog eten. Mijn begide man ook toe, niet van dat dit een probleem is. Maar ik denk dat ik een look ook toe aan lees. Ik denk dat ik een gemiddelde zou gaan lukken dat pepe. Smaamus go go napo in rei. Lek na zes. Fugo tek dat rakart op. Wacht dat rakart op. Vrouw na boem biki bere. Smaamus bevallen. Meer is mijn klaar geschreven. Anegi. De manegi. De mij tak de smaam wacht. De wacht sms. Bakat sms. Je wacht die tv. Kan je wel heel moest sms voor zien. Demak go luko a problem dape. Asem problem la de problem la jena kondres. Mina matak tun si furam dat mo tak tun si furau jes leki. Mina lob demang. Mina lob demang mi stem gi demang di siara. Mi stem gi NDP mo tegi erlek. Baka tu dina. Baka tu dina persis tu yari. Ya. Baka tu dina tu yari ya. Dus de master me echt toller en diep toller. En in dat twee jaar dat de luko rango passi. Nee, de man luko is lef konja is lef eshi saib sajata. Next de man luko ja. Maar meneer Albert is ja, meneer Albert asansa we actie na bigi broko dem duja. Ja, bigi broko ja. Ja, tuurlijk. Echt bigi ano jawang. De man beko tek marki na den BO napu e film taki ang apkin camera taki awok en wat is telefoonnummer wat is naam bigi de man minek. Ik dacht, hey, Kleidersdaal. Ja. Nooit meer. Zeg vorig jaar. Tenno. Twee jaar ik ben. Twee jaar ik ben. Twee jaar in, hè? Ja. En buitendien moet ik het aan zijn, ja, ja. Hè? En dat grieft mij gewoon in mijn hart, okay. Hè? Deze meneer, een buurman van mij, een bouw. Alles aan mijn script dat ik heb, ik bel die man voor energiebedrijf. Met de Luca kabel. Moet ik kijken die kabel hier. Ik heb Luca kabel hier. Luca. Luko jaso. Met dat mijn erf AD. Meneer, mijn bel hoe vaker. Ik heb alles opgeschreven. Dat de mik de makong. Alla leest in bel de ma. Hoe komt er wat materiaal? Hoe komt het? Meneer, ik wou wagen moest kon jaso in save me. Naar een materiaal. Dan moest dan een tikkie op een heerkabel gaan lukken. En mijn bel daar weer. Ik heb ook al vaker gebeld. Maar ze luisteren gewoon niet. En sa op sa. Temi kon weer. Dat daar zijn ze. Misschien voor haar poro. Master wou naar ki? Nee, ja, nu naar me. Moet ik wel kabel. Mijn haar kan groot. Dus nee, we hebben wel krab. Maar dit kan gewoon niet. Een probleem voor Rangulan weg. Een heel probleem voor Tiki Poststraat. We kunnen ook heel Rangulan weg. Die man bij een straat. Dat vinden ze goed. Want dat ben ik een rusting. En dit trap beauty, not. Meneer, of gar, mijn man pura duiker die is aan het boom. Maar die is Euroko? Asanja Euroko? Die is Euroko, mijn dikke aralesi. Mijn accident, dat is aan het pot boom. Ja? Dat heb ik ook gezegd. Mijn gwaarde man, die man, nee, die kon poeder duiker, ja, potra, maar mijn naap go forceer. Die kon ja. En dat is daarom om een jaar terug in pot dis? Nee, oké, als is niet meer bij mij. Oké. Dat is ongeveer
Nou, maar ik ga ongeveer mijn jaar ik ben. Maar het feit dat mij, dat het is mijn poer en ik de poten duiken geen boom. De maatheem dat nee, in afdeel, want de man kan poten duiken, ja. En dat nou al langer terug ben? Nou, bijna vijf à zes jaar. Ja, okay. Vijf à zes jaar. De man nooit meer komen. Meneer, als u kijkt, de camera kan ook zien. Dat het duiken is een potboom. Dat ik ga de man en nu was man niet ook nog een notitie. En nu is het een probleem. Als het duiken pot boom, dan is het meneer weer. We fighten wat raja, alles maar het terugstong. Maar ze is ook hier. Dus wie zou me pas op te kwam Timon? Want die tegen dat die. Want duiker ook, want van die man de suiker ook kon. Dat omspot die 400 SRD voor suiker helemaal op poort gaan. Toch? Is geen probleem. We hebben café neem. Maar we actie schrijven. Maar dat zijn ze afvoer. Meneer, wat druk is er niet? En dat me want taki, if de maf jepi, met die jep alase. Nu noem ik op de elite man de. Met de loop de potjes, maar sa stem, gide man, ik heb niet gestemd. Maar me de beja. Maar, ik vind gewoon van dat telema kon, met de behandel ook toe lik wan burger en wan sernaman, sa de man be stem gide man, met de man jepo nang asan dat. En dat me want taki. Me actie EBS, met de kon. Van me regen om wat terug op het mijn materiaal dape. Het gaat niet. Dus, meneer, ik kan via UNO, we doen een beroep. En aan het beroep is aan het wel 2020 voor zou komen. We doen een beroep die is nu nodig. Met de mako je poen naar de chinning is wat ik naar wat daar is. Ja? De 53-jarige Guno D. is zaterdag door de politie van Latour aangehouden en in verzekering gesteld. Deze 53-jarige man zou de 27-jarige Cedric P. messteken hebben toegebracht voor een winkelpand aan de Kweeklustweg. P. liep verwondingen op aan zijn rechterarm en linkerpols. Hij is per ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Na medische behandeling mocht hij weer naar huis. De aanleiding van de steekpartij was een roddel waarbij die werd uitgemaakt voor kaka. Er ontstond een woordenwisseling tussen hen die eindigde in een steekpartij. Standhouder Laurens Suleman van de Centrale Markt die had gisteren niet alleen districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost besproken, maar ook de marktminister John Lekton die hij beschuldigde van een aantal zaken. Lekton hebben wij gisteren niet kunnen spreken. Vandaag is dat wel gelukt en meneer Lekton die gaat dan in op de aantijgingen van markt. Standhouder hier op de Centrale Markt, Laurens Suleman. De mannen rioolratten. De mannen blote voeters. De mannen politieke keuken. Zijn er schade die je leidt nu, meneer Suleman? Als schade is mijn aan de machine, aan de sani die ik op een aantal 70.000 SRD. En nu de gym voor kunnen verplaatsbare tent. Dan heb ik een verplaatsbare tent. Dan ook die broken. Je contact met mijn machtpoting, meer sap de mooi woord of de nagel vast of va. Toch? Bra Denis. Mo liben ja me goluko moro fara samedu. Ja, no somos tak lolo san nga mofo. Ja? President, mevrouw Simon, VP, luko ala de isa volk e bari. Minego roof, minego kirsma. Tap mijn letje me wan sukwam pis brede. Mijn ego klop sociale zak doro. En dis de man zou pot dape de politieke zwerver. Zou pot dat de positie zei gie u sheng president. Sheng de man die zei gie. Tek moni ja tap wan bigi parkeer plaats no was man ik is wan bon. Dat ook on sorry tak boeken mek tap zei. Efi ne gie sma bon. Zot controleur je controleur. John Lekton, marktmeester van de Centrale Markt. We hebben u gisteren niet aan het woord kunnen krijgen over de aantijgingen van de standhouder, meneer Laurens Suleman. U hebt zo'n beetje het een en ander kunnen waarnemen wat hij gezegd heeft. Wat is uw reactie hierop? Nou, ik vind het alleen maar zielig hoor, meneer Ganes. Ik vind het zielig.
Ik weet niet waarom die man zich zo misdraagt en dat een kind gedraagt. De ding is gewoon van de DC heeft u aangemaakt, die nagel vast heeft u weggehaald. Probeer iets anders te doen. Als meneer Soleiman een differentieel zou kunnen vinden, stijg hier elke middag om te helpen om het op te bouwen. Want ik heb geen enkele zin om het te pesten. Vond het belachelijk toen ik gisteren zei van dat ik, terwijl ik zijn tent brak, stond ik te lachen. Ik ben niet zo gemeen. En dat ik iemand 100 SRD gegeven heb, omdat die man voor ons sprak. Hoe kan iemand zo klein zijn en zo klein denken? Er is zo van dat die man, er is een man die illegaal daar bezig. Ik heb gezegd van luister, ik heb gezegd dat ik hier geld pak. Ik zeg, maar ik ben blij dat je dat gedaan hebt, omdat ik meneer Ganes heb kunnen overtuigen met zeven materiaal wat er allemaal gestort wordt. En ik heb gehekel aan je gaan een biertje geven. Heb ik die man een 100 gulden gegeven, omdat ik het toevallig bij me had. Ik zeg, wat drink wat bier met je vrienden. En ik hoor gisteren dat ik die man 100 gulden gegeven heb, dat hij zijn mond houdt omdat hij voor Soleiman sprak. Je is zo idioter. Ik weet niet hoe iemand zo kan denken. Ik wil me niet begeven naar die man zijn niveau. Ik bedoel van die man iets dat ook over tonnen gaat. Ik ga u zeggen, meneer Ganes. Mevrouw Jenny Simons belt me van Lekton. Ik heb tonnen voor je toen ik bij Openbaar Groen zat. En we hadden een schaalse van tonnen. Ik was blij, ben ik daar gaan zeggen dat het een paar tobben waren. En van Jenny Simons moet zich ze geven aan worstverkopers, schoenmakers en eitjeverkopers. Heb ik gedaan. En ik bracht ook een van mijn salom aan hier. De markt. En hij vroeg me twee. Ik zeg van ik heb de opdracht om je één te geven. Ik zei van ja, maar ik en mijn vriend hebben dat ding voor Jenny Simons gesponsord. Ik zei dan moest je stoppen met dat geslijm. Dan moest je twee voor jezelf houden en er acht geven of whatever. Toch, maar ik ga je geen twee tonnen geven. En ik weet niet dat je Jenny Simons, het maakt me niks uit of je Jenny Simons gegeven hebt. Dus dat gaat niet lukken. En de volgende dag was die man bij Bakan natuurlijk dat ik tonnen aan mensen thuis heb gegeven om kleren te wassen. Met zulke grote gaten had dat ding. Wat voor kleren was het? En gezegd, ik heb tonnen naar huis meegenomen. Ik maak deze man. Iemand ziet maar zijn armoedzaaier. Ik heb altijd hard gewerkt. En ik heb een appeltje gespaard voor mijn dorst. Zo ben ik geconstrueerd. Ik ben tussen de stanen opgegroeid. Altijd heb ik een appeltje opzij gezet voor de dorst. Ik maak zijn hele gezin dicht met tonnen. Wat denkt u wel? En als u wel koop ik nu die tonnen voor hem weer. Nonsens, kom uitleggen van ik heb tonnen naar huis gebracht. Ik heb een vrouw die nooit wat geaccepteerd zou hebben als ik van straat naar huis zou brengen. Omdat we mensen zijn geweest die hard gewerkt hebben en gezorgd hebben voor ons pensioen. Toch? Inshallah. Dus hij moet niet komen zeuren. Wat hij nu moet doen in plaats van tijd verlies. Vandaag heb ik begrepen dat hij hier weer was met een tv-station voor ons mischaai en zo. Dat moet hij niet doen. Hij moet een differentieel zoeken van een oude auto, van een wrak. Dan wil ik hem zelf helpen. Om een woonwagen niet te maken. Dat is een business, kan dus zo gauw mogelijk. Maar hetzelfde materiaal dat daar opgeslagen ligt. In plaats van je gaat zeuren op televisie en dan gaat mensen voor het gerecht slepen en zo. Is het opgeslagen of gedumpt? Nou kijk, het heeft geregend. We hebben het netjes geplaatst. Als hij vindt dat het gedumpt is, het gedumpt. Omdat hij de tijd gehad heeft om dat ding af te breken. En we hebben ook gevraagd dat hij hier, de DC trouwens heeft hem gevraagd dat hij hier moet zijn. Om die dingen af te doen, heeft hij ook niet gedaan. En die dingen zijn daar netjes gezet. Nou, het lijkt wel een beetje hopeloos, omdat we in dienst van meneer Soleiman zijn. Omdat hij ruim genoeg tijd had om dat ding af te breken of hier moest staan. Toch? Maar ik kan materiaal zoeken. Ik zelf wil hem helpen om het op te zetten, omdat hij mijn vijand niet is. En ik zet geen zout op elke kikker. En hij stond een heleboel en mevrouw profeet. Ik vond het zo zielig van die vrouw. Overal waar ze me ziet, kreeg ze lekker zo. Ze eist het op net of ik in een schuldbeider ben. Overal waar ik dat zie, moest ze lekkers van me hebben. Ik ga met mijn motor vissen op Sarama, ik zie de daar met haar man en kinderen. Toch vraagt ze weer een lekkers. Ze ziet me bij het op het commissariaat. Ze geeft me een brassa dat ze blij is dat ik bij de markt ben. En dat was vorige week. En ze weet dat de markt nu gaat bloeien. En ze was hier bezig me te vernietigen zogenaamd. Ik zie ze niks aan. Dat is een Sharukan en ruïne attenden. Een zwarte ruïne attenden. Als je een mic voor je krijgt, moet je acteren. Toch, ze moeten me met rust laten, want ik wil mijn energie niet op ze verliezen. Ik heb heel veel werk hier. Ik probeer een team te maken. En hij zei ook dat ik onbeschoft ben of ik dat die Mark Venters hier niet waardeer. Wie kent Lekton zo? Dat ik die Mark Venters niet respecteer. Ik wil weten wat die man zijn plan is. Dat denk ik, mijn vriend, ik raak even geëmotioneerd omdat ik mag. Ik ben mens, ik heb een emotie ook. Dat je iemand zo de grond in wil stoppen. Wat heb ik die man gedaan? Ik wil gewoon stoppen en hij moet komen ondersteunen. En ik wil hem ook helpen om wat te bouwen. Laat hij wat zoeken. Die zwaarwichtige beschuldigingen, heer Lekton. U hebt ons laten inkijken in de documenten. Maar hij blijft vasthouden dat jullie het geld van de parking in jullie eigen zak stoppen. Misschien is hij de accountant van hier en heeft zeven materiaal. Ik heb geen andere zeven materiaal. Ik laat steekproeven doen.
toch, omdat ik die jongens niet in de regen een bon boek ga geven, is belachelijk. Ik krijg materiaal in van die dagen en dan gaan we een wachthuisje voor de jongens bouwen. Een heel klein ding, misschien wordt het andere bij andere. Om ze menswaardig te behandelen. En dan krijgen ze administratie. Ik heb ook geen bonboek hier aangetroffen, had ze geen probleem daarmee. De markt draait hoe lang en die parkeraffen draait hoe lang zonder bonboek. Hadden ze geen problemen. Nu dat Lekton hier is, hebben ze problemen. En Lekton levert meer dan voorheen, maar ze hebben problemen. Toch? De DC zegt dat meneer Suleman vroeger ook deels belast was met de parking. Is dat zo? Ik zou het niet weten hoor. Echt niet. Ik ga niet kwaad over iemand praten. Ik het niet weten. Komt er op zijn huidige locatie, komt daar dat controlehuisje, zoals de heer Meinheimer dat gisteren heeft gezegd. Want nu bestaat de indruk dat er daarom is afgebroken. Kijk, meneer Meinheimer heeft me teleurgesteld even. Hij is een goede jongen die hard hier onder de markt werkt. Ik weet niet of het voor het eerst was geweest dat hij een interview afgelegd heeft. En hij is ook bestuursopzichter. We gaan dat huisje niet voorin bouwen, maar achterin. Op het terrein. Misschien staat het ook voorin, maar er gaat toch genoeg plaats in. Indien meneer Suleman wat daar wil zijn. Want het wordt een klein ding. Het kan buiten gaan, het kan voorin gaan. Maar het gaat iets zijn dat we echt kunnen verplaatsen. En meneer Meijner heeft gezegd dat we daarom die man zijn tent afgebroken hebben. Toch? Misschien wil hij indruk maken op zijn manier. Maar ik heb hem ook flink geveegd. Want als bestuursopzichter moet je weten. Want... Hij is bestuursopzichter van Noordoost die onder DC Nerkus valt. En hij is ook bekend met de zaak. Dus hij moest het weten waarom dat ding van hem afgebroken is. En ik ben bijna het gevoel, of men gaat het gevoel krijgen van... We hebben dat ding van hem afgebroken daarom. Mag geen enkele tenten zijn daar nagel vastgebouwd. Je hebt een jonge heer daarnaast. Toch, die sap en zo verkoopt. En heeft het keurig op wielen. Dat moet er gebeuren. Toch, je gaat dat in je team vastbouwen. Het is een vernedering voor de stad. En de DC... Toch, voor de markt hard is dat je een nagel vastgebouwd en dan pretendeer je NDP'er te zijn. Dus je mag het doen omdat je NDP'er bent. We luisteren maar naar Ganes. Openbaar goed heb ik ook gewerkt. En als de NDP zich zo gedroeg, strafte ik hem eerder als iemand van een andere politieke organisatie. Omdat je jezelf netjes moet gedragen. Het is jouw partij die aan de macht is. Je bent getraind, je hebt politieke school gehad, aan de bekaderschool gehad. Toch? We kennen de ideologie van de partij, de vier pijlers. Dus je moet je netjes gaan gedragen als NDP'er. Je gaat hier niet losbanden gedragen. Geen enkele rechter aan de NDP gedoogd dat. Toch? We hebben gezien dat meneer Suleman in feite jullie overslaat en hoger op gaat. Daarmee bedoel ik dan, als ik hem mag geloven, dat hij dan zijn beklag doet bij DNA-voorzitter Simons. En ook zelfs bij de president, zoals hij dat zelf aangeeft. Dus in feite gedoogt hij of neemt hij jullie leiding niet aan. Kijk. Meneer Garas, ik ken de president goed. Ik denk niet dat meneer Suleman of dat de president... meneer Suleman de gelegenheid heeft om zulke losbandige dingen te doen. De president, ik denk dat hij me altijd aan mijn loopt, aan vast. Misreef aan mijn gedoe. Ga maar pier uit of ik gek ben geworden ineens. Want dit doe je toch niet? En dat hij zegt dat hij bij Jenny Simons gaat en de president. Wil ik hem bijna niet geloven. Dat is bluf. Hoe kan een nationale assemblee voorzitter iemand... het voetvolk verhinderen, waar een brandweerput is, daarover laten bouwen. Daarover heeft hij zijn mening, hij zegt dat dat geen waterput is, maar daar gewoon een deksel is geplaatst. Wie gaat gewoon een deksel plaatsen? Dat is weg gek geworden, de markt is dichtbij. De markt is, ik ben bang, maar ze zijn mijn gemen, toch haast om te zeggen. De markt is een tijdbom. De markt is overbelast. Nu is het EBS bezig om iedereen, die grootverbruikers en op hoog tempo hoor, hun eigen meter te geven. Wat is ook bezig met die mensen hun eigen meter te geven. Het is in de maak. En van waar moet er water komen? Het kan ook van de rivier. Maar daar heb je een brandput, ja. En hij zegt, men had met waterverf geschreven een brandput om hem te pesten. Die man moet gewoon weten, je gaat niet op een trottoir nagel vastbouwen. Die man moet een verplaatsbare tent zetten, anders gaat het niet lukken. Het gaat hem nooit lukken. Maar hij zegt dat hij verplaatst heeft, van voren naar achteren. Hij heeft het verkort, van voren naar achteren. Maar het was toch nagel. Ik heb die keilboten gezien toch. Volgens mij is die man even in de war, hij weet niet wat verplaatsbaar is. Weet je hoeveel kilo daar is en hij zou het kunnen verplaatsen? Ik denk dat een poklijn van Yankees dat hij zelf niet zo makkelijk zou kunnen verplaatsen zonder te beschadigen. Die man moet iets op wielen hebben. Als de staat daar nodig heeft, iedereen die op trottoir bouwt, als de staat wat daar wil doen, moet hij zijn tent kunnen verplaatsen. Zo simpel is het. Het is voor de markt, het is op een berm in Maretrette of in Blauwgrond. Het is in de stad. En ze zijn vaak bezig en we zijn een land in ontwikkeling. Dus iedere keer kan je wat krijgen. Er gaat een slang langs, er gaat een pijp langs, er gaat een buis langs, noem maar op. Toch? En daarom moet het verplaatsbaar zijn. Niet om mensen te pesten. Ligt uw
wakker van zijn rechtszaak? Rechtszaak? Ik weet niet welke rechter het gaat aannemen. En welke advocaat. En deze mensen werken meestal met no Q, no P. En welke advocaat het dat aannemen? Als je daar iets hebt dat bewees is, toen zelf op televisie dat er een verplaatsbare tent moet zijn. Wie gaat het aannemen? Ik denk dat advocaat Karai zelf het niet aanneemt, die criminele lawyer is. Dus laat die stoppen met grappen en laat die hard zijn best doen. Ik zal de DC verzoeken met ons technisch dienst van de markt en technisch van de DC om zo gewoon mogelijk wat voor hem op te zetten. Toch, maar hij moet meewerken. Hebben jullie zijn slushmachine beschadigd? Nee, dat is niet waar. Het ligt hierboven. Dat zegt hij. Nee, hij wil dingen spannend maken. Hij heeft het niet eens gezien. Luister, Maniganes. Die man zegt dat hij hier niet was. Die man zat bij Riffoplein. Daar heb ik hem gezien terwijl hij bezig was dat ding af te breken. Ik ben twee keer langs gegaan. Daar zat die Karansa en Sharuk Khan te spelen. Toch? En hij jok dat hij ergens anders was. Hij jok gewoon. Hij is een biggie man mee. Dus hij is klein om mensen zo te beschuldigen. Het is heerlijk voor hem. Toch omdat men hem niet voor het gerecht sliep. Iedereen probeert hij door het slijk te halen. Hij hoeft niet in televisiestations te brengen. Hij hoeft niet naar de rechter te gaan. Hij moet gewoon een differentieel zoeken. Ik zal de DC vragen om die man te helpen wat op te zetten. Want ik zal de DC vragen in hoog tempo als we weekend door moeten werken. We bouwen aan Sankt Gimene Solomon, we willen hem niet pesten. Het is gewoon wet en recht. Dus in plaats die rent en gekkeringen zegt, laat die met me komen praten. Mooi jepa man. Maar Biggie D.C. heeft Bouwan Sanjaman. Zo moeten we met elkaar omgaan. Je moet geen Sharuk Khan en Ruina Tan en die andere sleep als Ruina Tan en achter zich gaan gekken en gaan praten over mensen. De Percaya Luhur heeft veel klachten ontvangen van burgers die niet in aanmerking zijn gekomen voor de basiszorgverzekering. Gebleken is dat de aanvraag van vele burgers ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken is afgewezen. Sommige senioren burgers hebben te horen gekregen dat ze moeten wachten. Niet iedereen kan wachten, vooral ouderen niet. Zij hebben dringend medische hulp nodig, zegt een gebelgde PL-voorzitter Paul Somoharjo. De partij heeft daarom besloten om landelijk alle klachten te verzamelen. Burgers kunnen zich daarvoor aanmelden bij elke PL-centrum in stad en district. Kom er meer dan 100 klachten binnen, dan zal de partij collectief een kort geding aanspannen tegen de overheid. We doen een beroep op de mensen die zich bedonderd voelen als het gaat om de basiszorgverzekering om zich aan te melden bij de PL-centra. We zijn nu bezig met onze juristen om na te gaan hoe deze zaak aan te pakken, laat Somoharjo weten. Hij stelt dat de PL zich geroepen voelt dit voor het volk te doen, indachtig haar sociaal karakter, aldus de PL in een persbericht. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij die organiseert in samenwerking met de FAO, de Food and Agricultural Organization en de CDB, welke staat voor de Caribbean Development Bank, een tweedaagse workshop waar het accent wordt gelegd op cassave. Nou, cassave, wat gaan wij daarmee allemaal doen? Want er is heel wat markt daarbuiten voor eindproducten van cassave. In Suriname zijn mensen toch al op kleine schaal bezig met dat proces, maar het moet er groter en beter aangepakt worden. Vandaar deze tweedaagse workshop en we spraken hierover met Raymond Noyodimejo, de voorzitter van de Nationale Cassave Promotersgroep, die ons toch wel veel meer uitlegt over deze tweedaagse workshop. Raymond Noyodimejo, voorzitter van de Nationale Cassave Promotersgroep, een tweedaagse workshop. Wat kunt u ons vertellen over jullie tweedaagse workshop? Nou, deze workshop gaat om de cassave sector te stimuleren. Hoe wij de potentie kunnen benutten waar we nu staan en waar we naartoe willen gaan. Er is veel potentie in de sector. We kunnen zoveel producten van cassave maken. Als je kijkt dat we zoveel culturen hebben in Suriname met zoveel producten van cassave, dat betekent dat we dat kunnen benutten om ook te kunnen exporteren. Waar staan we dan nu? We staan eigenlijk nu nog in de beginfase van de benutting van
de potentie van de kassafsector. Met de ondersteuning van de FAO willen wij naar een niveau van dat wij als land zelfvoorzienend kunnen zijn op de eerste plaats, maar dat we ook bijvoorbeeld tarwemeel kunnen vervangen. Dat is ook een mogelijkheid, maar dat ook cassave als veevoeding kan worden gebruikt. Maar vindt dat niet al op kleine schaal plaats? Van wat? Van cassave. Vindt dat niet al op kleine schaal plaats? Ja, wij exporteren niet al rauw cassave naar Nederland. Maar we willen waarde, meer waarde toevoegen aan cassave, zodat wij meer geld daaruit kunnen halen. Wat gaat er dan moeten gebeuren? De FAO wil ons capaciteit verder helpen versterken, zodat wij in staat zullen zijn om ook die hele value chain te kunnen doorlopen en van de grondheid tot aan een eindproduct kunnen ontwikkelen. Hoeveel schakels zitten er dan in die value chain? Je hebt de productie, je hebt verwerking en dan het eindproduct. Eigenlijk minstens 3 schakels. Ja. En wij zijn pas bij de eerste, zegt u? Wij op dit moment Maar er zijn wel een aantal kleine bedrijven die al bezig zijn met de export en willen dat op grote schaal doen. Maar de markten, waar zitten die? De markten zitten onder andere in Nederland, onze eigen mensen zitten daar. Nu exporteren we al naar die kant, maar we hebben gezien, uit onderzoek is gebleken dat zelfs de CARICOM nog cassave importeert. Dus daar is ook markt voor onze cassave. Maar welke producten van cassave willen zij vooral? We willen het verwerken hier tot meel. Dat is een product dat we zouden kunnen uitvoeren. Cassave meel. Maar we hebben toch al een cassavefabriek gehad. Hoe zit het daarmee? De cassavefabriek staat nu stil. Hoe het verder mee gaat lopen, dat is voor mij nog niet bekend. Maar er zijn toch plannen om een tweede op te zetten? Hoe zit het daarmee? Een tweede, daarvan ben ik niet echt op de hoogte. Dat had de minister in DNA gezegd, dat er een tweede cassavefabriek met hulp van FAO opgezet zou worden. Je bedoelt misschien Klayuka. Mm-hmm. Klayuka. Met Klayuka zitten we niet in de fase dat die fondsen die moeten eerst worden goedgekeurd door de EU. Klayuka werkt samen met de overheid van Colombia. En die fase van goedkering moet nog plaatsvinden door de EU. En dan kunnen we beginnen met de implementatie in onder andere Suriname. Ja. Waartoe moet dan deze tweedaagse workshop dan straks gaan bijdragen? Het moet bijdragen dat we werkplannen zullen moeten ontwikkelen om verder te gaan naar waar we naartoe willen gaan. Maar heeft dit proces niet reeds eerder aan een aantal keren iets plaats gehad, heer Noyo de Medio? Niet in dit kader, maar we willen dat niet structureel doen. Samen met alle stakeholders in de sector, we hebben stakeholders ook vooral uit het binnenland die veel cassave produceren. Dus wij willen ook die meenemen in dit project. Ja, maar is er een tijdlijn? Dit project duurt 3 jaar. Mm-hmm. Mm. En na die 3 jaren zitten we dan wel zover? Hopelijk de planning is dat we dan na 3 jaren zover zijn dat we de productie alvast willen opkrikken en dan markt, ook onderzoek in deze tijd wordt gedaan en dan die afzetten kunnen doen. Wat zijn de problemen op het veld? De problemen, we hebben niet, het is nog niet ernstig, maar we hebben een ziekte, wij noemen het de frog skin disease. En dat willen we samen met FAO dat te lijf gaan. En zonder FAO kunnen we dat niet? Ik denk dat de kennis daar ligt. En wat doet het? Wat doet deze ziekte precies met onze cassava aanplant? Het aanplant wordt dan ziek en kan je geen productie meer daaruit halen. Welke rol moeten, want u zei het al, er zijn al wat mensen bezig binnen dat proces.
ook de mensen in het binnenland. Welke rol zullen ze dan krijgen wanneer jullie dan helemaal zijn waar jullie moeten zijn? Ze zijn dan nu producenten. En we willen eigenlijk, als je wil exporteren of afzetten, moeten we op competitieve basis dat doen. We moeten kijken naar de prijs. Als je wil concurreren, moet je zeker concurreren, met een concurrerende prijs komen. Toch? Dus, want de concurrent staat ook niet stil. Dus je moet tegen een concurrerende prijs gaan produceren. Dat betekent dat we de productiviteit alvast zou moeten verhogen, de productie per hectare, om zodoende de prijs te kunnen verlagen. De politie van Livorno heeft op 18 mei van dit jaar de 50-jarige Raghuwar N aangehouden. Deze verdachte, visser van beroep, vertoeft illegaal in het land en wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin en haar huidige vriend met de dood te hebben bedreigd. De vrouw die meermalen op diverse politiebureaus aangifte tegen Raghuwar heeft gedaan, deed op 22 april wederom aangifte tegen hem bij de politie van Livorno. Ze verklaarde een relatie van 4 jaar met de visser te hebben gehad. Vanwege het feit dat hij haar veelvuldig mishandelde, verbrak ze in oktober van het vorig jaar de relatie. Van die mishandeling deed ze aangifte op het politiebureau De Nieuwe Grond. Raghuwar is toen aangehouden en in verzekering gesteld. Tijdens het onderzoek bleek hij illegaal in het land te vertoeven en op 9 oktober 2016 is hij toen gedeporteerd naar Guyana. Hij wist echter Suriname weer binnen te komen. De vrouw, die inmiddels een andere relatie heeft, is op haar nieuw adres te Wintiwaai met haar vriend door Raghuwar met de dood bedreigd. De vrouw verhuisde samen met haar partner toen naar de Toekomstweg. Ook op dit adres werd ze op zaterdag 22 april van dit jaar gemolesteerd door de jaloerse visser. De vrouw deed toen aangifte tegen hem. De jaloerse visser, die op een boot woonde, is opgespoord en niet aangetroffen. Na bekomen informatie is hij op 18 mei, toen hij van zee kwam, aangehouden. Na overleg met een lid van het OM is hij in afwachting op zijn berechting en wederuitzetting in verzekering gesteld.